In deze video gaan we weer kijken naar crypto, zoals we dat iedere maand doen. Als we gaan kijken naar een paar dagen geleden, dan is er in een paar dagen tijd meer dan 15% van de koers af. Bitcoin is gedaald van bijna $70.000 naar onder de $60.000. Het model van Plan B hebben we de vorige keer behandeld, voorspelt een koers van $98.000 aan het einde van deze maand. Dus nog zeg maar een plus van 60% op dit moment. Is dat nog mogelijk? Om dat te gaan halen hebben we eerder van dit soort fluctuaties gezien. Dat soort dingen gaan we bekijken in deze video. Laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Op dit kanaal werken we aan een toekomst met meer vermogen en meer vrije tijd. In deze video gaan we dus kijken naar crypto. En voordat we later in deze video opnieuw €100 gaan investeren en kijken hoe het crypto portfolio ervoor staat, wil ik vooral even gaan kijken naar de grafieken. De laatste video over crypto maakte ik zeg maar 2 weken geleden. Sindsdien is er niet heel groot nieuws geweest. We hebben bijvoorbeeld wel gezien dat Bitcoin zeg maar een update heeft gekregen met Taproot. De belangrijkste dingen daarvan is dat ze nu eventueel in de toekomst op Bitcoin geprogrammeerd kan gaan worden. Dat het iets meer data kan bevatten. Of tenminste, ik moet zeggen, de transactie zelf is iets kleiner, waardoor er efficiënter gewerkt kan worden en eventueel ook meer verwerkt kan worden. Iets meer data uiteindelijk erop geplaatst kan worden. Dus zijn op zich wat kleine veranderingen die misschien op de lange termijn wel wat grote impact hebben. We zagen bijvoorbeeld dat India ook over crypto heeft gesproken. Ze gaan zeggen, als betalingsmiddel willen we het niet gaan toestaan, maar het kan wel worden gebruikt als een vorm van asset, een vermogen. En zo zien we dus steeds meer landen een mening krijgen over cryptocurrencies en ook wat toepassen, of ze het nou toestaan of juist niet. In ieder geval krijgen we daardoor wel duidelijkheid. Maar zoals gezegd wil ik vooral even gaan kijken naar wat grafieken rondom Bitcoin. En dan hebben we ten eerste deze grafiek die een inzicht geeft over de 200 week moving average. Oftewel, hoe is de 200 week gemiddelde van Bitcoin en hoe ten opzichte van de koers nu? Hoe staan we er nu voor? Vooral als we gaan kijken naar de kleurcodes, geeft het eigenlijk aan van tijdens de vorige hype, die was zo eind 2017, gingen we naar rood. Nou, daar zijn we op dit moment nog lang niet. We hebben wel begin dit jaar een beetje in het groen gehad, zoals we toen ook zagen. Dus eigenlijk, als we gaan kijken, dus hoe ver lopen we af van het gemiddelde, het langdurig gemiddelde. En de 200 week gemiddelde is vaak een vaak gebruikt gemiddelde, wat wordt toegepast om een idee te krijgen van wat is de trend eigenlijk op de lange termijn. Nou, daar zitten we nog steeds boven, dus we hebben nog steeds een positieve trend. Maar niet zo hoog, niet zo gehyped eigenlijk als eerder dit jaar of misschien zelfs wel een paar jaar geleden. Dat is in ieder geval dus iets om in de gaten te houden. Een volgende grafiek is bijvoorbeeld naar logaritmische de groei van Bitcoin. Hier zie je eigenlijk wederom de eerdere pieken, 2014 en 2018. En op dit moment zitten we ongeveer halverwege deze logaritmische dingen. Dus het wil niet zeggen dat we dat er te veel hype is, dat we overgewaardeerd zijn. Het zit een beetje in het midden. Ik heb hier wel aangegeven van wat er nog moet gaan gebeuren of wat er kan gebeuren als we aan het einde van het jaar, als er wederom een hype komt en we zouden het bovenste van deze grafiek zeg maar aantikken, dan zouden we richting de $150.000 gaan. Nou, Plan B hebben we eerder gehoord met zijn voorspelling aan het einde van het jaar van $135.000. Dus het zou kunnen, alleen zoals we er nu voor staan, is er nog niet genoeg interesse, hype eigenlijk, om dat in ieder geval op de korte termijn te bereiken. Maar ooit kan dat zeker wel gebeuren op de korte termijn. En datzelfde zien we eigenlijk in de Pure Multiple ook terugkomen. Ook wederom zien we hier eigenlijk een vorm van emotie, zou je kunnen zeggen. In de blauwe lijn zien we de koers. En zodra deze multiple zeg maar in het rode gebied komt, dan wordt er sprake zeg maar van overwaardering, hype. En dat hebben we op dit moment nog niet bereikt. We zijn er zelfs nog behoorlijk wat van verwijderd. Eerder dit jaar zaten we bijvoorbeeld veel dichterbij toen we de all-time high bereikten en het eerste paar maanden van het jaar. En dat zie je wel weer wederom gebeuren. Ik heb hem al eerder laten zien. Wederom zien we hier die hype, de piek eigenlijk van 2014 of 2013, 2017, 2018. Dus als we gaan kijken hoe mensen denken of hoe mensen bezig zijn met crypto, zien we nog niet dezelfde situaties die we eerder zagen. En zoals gezegd, we kijken naar het stock-to-flow model regelmatig, bijna in elke video, omdat het heel lang heel vaak goed is gegaan. Nu hebben we nog een behoorlijke stap te maken. Voor het einde van deze maand is $98.000 volgens dit model.
einde van het jaar, 31 december, $135.000. We zijn daar nog zeker niet. Meestal in het groene gebied zien we dat we hoger staan, of we komen er eigenlijk aan. Dus het zou wel weer kunnen dat er nog een periode gaat komen. Het klinkt heel ver weg. We zitten nu zo rond de $60.000. Moeten we naar de $100.000 aan het einde van de maand. Dat betekent $40.000 erbij in 2 weken tijd, zeg maar. Dus zeg maar even afgerond, 60% stijging. Is dat mogelijk? Is dat eerder gebeurd? Laten we daarom even overstappen naar TradingView om dat te gaan bekijken. Hier zien we dan de koers van Bitcoin op dit moment zo'n $60.500. We zien wat flinke dalingen, bijvoorbeeld gisteren 16 november 5,5%. De dag ervoor bijna 3%. Dus we zien dat we eigenlijk vorige week rond de 9e of rond de 10e bijna de 70 aantikten op het hoogtepunt. En nu zijn we dus behoorlijk wat gedaald naar onder de $59 zelfs. Dus het lijkt een hele grote daling op dit moment. We zien ook dat we eigenlijk niet zo heel lang geleden nog een hele grote stijging mee hebben gemaakt. Begin oktober laten we zeggen, stond het nog op $40.000. Halverwege de maand stond het op 66. Dus je ziet ook dat het zeker mogelijk is om op korte termijn flinke stijgingen te zien. Ook flinke dalingen. Maar zoomen we bijvoorbeeld verder uit, dan zie je dat, hier zie je eerder dit jaar dus, dat we zeker wel te maken hebben met flinke fluctuatie. Flinke stijgingen, flinke dalingen. En het zou dus helemaal niet zo gek zijn dat er nog een keer zo'n periode aankomt. Waar ik het eerder al over had gehad, is 2017, 2018. Ik denk een heel goed voorbeeld. Ik weet niet of iedereen van jullie dat nog mee heeft gemaakt. Of jullie toen al bezig waren met crypto. Maar op dat moment hadden we nog verjaardagen. Mochten ze nog gevierd worden. Was echt iedereen op verjaardagen waar ik was. Was een heel groot gedeelte van de mensen was bezig met crypto. Jongeren, ouderen. Dat gaf denk ik wel aan hoe populair of hoe gehyped het op dat moment was. En dat is de periode die we hier zien, eind 2017. Misschien even goed om hier naar in te loggen of in te zoomen, zo moet ik zeggen. Kijken we naar november, begonnen we november met €7.000 of dollar in dit geval. Maar toen hadden we ook zeker een daling en een best wel flinke van 20% aan het begin van de maand. Maar gaan we dan verder kijken naar zeg maar halverwege de maand, de 13e of misschien zou je kunnen zeggen rond de 15e of 16e, net zoals het nu is, pakken we daar en gaan we kijken naar wat er zou gebeuren naar het einde van november of december. Dan zie je dat de koers met 50% is toegenomen. Nou, volgens het model van Plan B zouden we zo'n 60% moeten zien. Dus het is zeker niet onwaarschijnlijk dat het kan gebeuren. Wat er toen ook nog gebeurde, was iedereen zag die flinke toename. Iedereen begon echt. En eigenlijk dan vanaf begin december tot het hoogtepunt op halverwege december, wederom 2 weken tijd, steeg de koers nog een keer met meer dan 80% in dat geval. Om vervolgens dus wel weer helemaal af te bouwen. Maar dat was een flinke stijging. Het laat wel zien dat het zeker mogelijk is. Ik denk dat dat ook wel iets is wat de meeste mensen al wel hebben ervaren. Als het goed gaat met crypto kan het heel hard gaan. Als het misgaat kan het juist ook heel hard misgaan. Heel hard onderuit gaan. En dat heeft er vooral ook vaak mee te maken dat aan de ene kant veel met marge gewerkt wordt. Dus wordt geld geleend om te voorspellen wat de koers van Bitcoin gaat doen. Dit juist omdat eigenlijk rondom crypto alles gebaseerd is of alles op grafieken wordt gedaan. Er is eigenlijk weinig fundamentele gegevens beschikbaar. Zoals je bij een aandeel van een bedrijf zou hebben, dan weet je wat voor omzet ze hebben, hoeveel de winst is, dat heb je niet. Dus alles is op het vertrouwen van de toekomst of hoe het wordt toegepast op dit moment. Dus heel veel mensen en zeker de mensen met het meeste geld kijken vooral naar grafieken. Als het dan eenmaal misgaat, dan gaat het ook hard onderuit. En zeker als er geld geleend wordt, dan worden die posities bewust gesloten om het verlies te beperken. En dat betekent dus dat er heel veel wordt verkocht op zo'n moment. Gaat de koers nog harder onderuit. Mensen die niet gebruik maken van geleend geld of een stoploss, maar misschien die raken wel in paniek. Dan komt emotie. Als jij in één keer ziet dat in 2 dagen tijd Bitcoin 10% onderuit gaat, ben jij misschien wel iemand die dan ook zijn verlies neemt, waardoor de koers natuurlijk nog harder onderuit gaat. Dus ja, het is wel echt een spelletje bijna van emotie. Heel belangrijk om daarmee in ieder geval om dat in ieder geval bewust van te zijn dat speelt. Maar dat is juist ook het hele idee van deze videoserie. Iedere maand wilde ik een video maken over €100 investeren in crypto. Juist met het idee om dollar cost averaging toe te passen. Is de koers hoog of is de koers laag? Ik wil juist gaan voor de lange termijn en ook laten zien
wat er gebeurt op dit soort momenten. En ik maak in deze videoserie gebruik van CoinMeurs om mijn crypto te kopen. Ze hebben op dit moment ook nog een actie voor nieuwe klanten. Als je 100 euro of meer stort en daar crypto van koopt, krijg je 10 euro aan Bitcoin cadeau. Dus je hebt eigenlijk al meteen een rendement van 10%. Maak gebruik van de link onder deze video om gebruik te maken van deze actie. En deze actie loopt tot 31 december van dit jaar, van 2021. En ik heb gesproken met CoinMeurs. Er komen heel veel leuke dingen aan. Bijvoorbeeld de komende week wordt staking geïntroduceerd. Dus ook je coins kun je staken dadelijk, diegene die je hebt, via CoinMeurs. En nog veel meer interessante dingen. Maar die komen in de komende weken of komende maanden. Kijken we dan even naar hoe het portfolio er op dit moment voor staat. 1330 euro is het op dit moment waard. Dat betekent een rendement van bijna 50% op dit moment. We zijn dus zoals gezegd eerder dit jaar begonnen. Ik zal hem even uitzoomen naar All. En dan kun je zien dat we in februari begonnen zijn met de eerste aankoop van 100 euro. Regelmatig een storting gedaan. We hebben de piek meegepakt. We hebben ook zeker geprofiteerd van de daling. En de laatste tijd is vooral het account dus flink meer waard geworden. Hier rechts zien we al een beetje welke coins ik op dit moment heb. Dus laten we vooral even mijn wallet gaan bekijken. Laten we onderaan beginnen. Dogecoin, al vaker besproken, maar nog steeds niet eigenlijk gehersteld van eerder. Min 50%. Polkadot, dat is redelijk goed gegaan. Volgens mij 2 maanden geleden gekocht. Nu 20% in de plus. Hier hebben we de 100 euro staan die we zo meteen gaan gebruiken voor een nieuwe aankoop of meerdere aankopen. Cardano, ongeveer 250 euro dat het waard is en een rendement van 40%. We hebben Ethereum, 509 euro, bijna 510. En dat is eigenlijk gelijk aan het geld dat ik in Bitcoin heb zitten. Alleen het verschil is, de waarde is bijna hetzelfde. Alleen bij Ethereum heb ik minder ingestopt en meer rendement, bijna 85%. Terwijl er bij Bitcoin 33% is. En zoals ik al eerder in deze video zei, er is niet zo heel veel nieuws. Ik wil niet per se een nieuwe coin gaan toevoegen. Ik wil juist vooral eigenlijk een beetje gaan profiteren van de dip die er op dit moment is. Of een dip, een correctie die er op dit moment is. En gewoon eigenlijk bestaande posities uit te gaan breiden. Dat betekent dat ik deze maand dus geld ga investeren in Bitcoin. Omdat dat nog steeds de belangrijkste coin voor mij is. Ik denk nog steeds dat deze belangrijkste is op de lange termijn. Ik wil niet zeggen dat die het meest in waarde kan stijgen. Maar daar ben ik ook niet per se naar op zoek. Want met veel waardestijging komt ook veel risico. Ik ga ook vervolgens een gedeelte in Ethereum stoppen. Juist omdat ik nog steeds hierin geloof en hier al wel heel veel op gebouwd kan worden. En datzelfde geldt eigenlijk voor Cardano. Heeft ook een correctie meegemaakt, maar zeker wel iets waar ik in geloof voor de langere termijn. Juist heel goed toepasbaar. Nog een heel goed toekomstperspectief, een heel goed plan en een heel goed team erachter. Dus dat zijn de coins die ik wederom deze maand dus ga kopen. Laten we beginnen dan vervolgens met Cardano. En daar wil ik deze maand 30 euro in investeren. Dat is 17,7 ADA. We zeggen dat het klopt. En ik wil heel even deze transacties doorlopen, zodat jullie kunnen zien hoe ik het koop, hoe ik het ga toevoegen aan mijn wallet. En zodat we dadelijk ook meteen kunnen zien hoe het portfolio eruit ziet nadat we deze aankopen hebben gedaan. Ethereum, ook hier stop ik 30 euro in. Dat is een stuk minder, maar dat komt natuurlijk omdat Ethereum bijna op 3750 euro staat. We zeggen ook hierbij, we bevestigen het nogmaals. En zeggen buy now. En dan houden we 40 euro over. En de laatste 40 euro, zoals gezegd, die ga ik opnieuw in Bitcoin investeren. Ik hoop dat Plan B nog gelijk gaat krijgen. Tot nu toe is dat vaak wel geweest met zijn model. Maar het is natuurlijk geen garantie voor de toekomst. Maar het zou wel leuk zijn. Zoals gezegd, ik weet dat er andere coins zijn die veel meer rendement kunnen maken. Maar dat betekent ook dat je veel meer risico neemt. De kans dat het misgaat is veel malen groter. Omdat je uiteindelijk daar veel geld aan zult verdienen. Dus laat mij maar lekker deze bekende grote coins kopen. Ik weet dat crypto in de toekomst, tenminste ik verwacht dat crypto in de toekomst een belangrijke rol gaat spelen. Maar ik ben me ook zeker bewust van het risico. Daarom doe ik ook 100 euro in de maand, terwijl ik veel meer beleg bijvoorbeeld in aandelen. Maar het is zeker wel een vorm van vermogen waar ik mee bezig wil zijn, waar ik vertrouwen in heb in de toekomst. En door deze aankopen ziet natuurlijk mijn wallet of mijn portfolio er anders uit. De bedragen zijn een beetje veranderd, maar ook natuurlijk de percentages omdat we opnieuw geld hebben ingelegd. We zien nu 29% rendement, 76% en 33% voor Cardano.
Polkadot blijft natuurlijk hetzelfde, omdat we daar geen geld in hebben geïnvesteerd in deze maand. En zo hebben we dus opnieuw 100 euro geïnvesteerd. Het is nu 1430 euro waard, het portfolio. Na deze laatste aankoop, zeg maar 43% rendement. Van tevoren was het 45 of 50% rendement. Omdat we maandelijks dus 100 euro inleggen. En daarmee zijn we begonnen in februari van dit jaar. Dus ik ben ook vooral benieuwd hoe we volgende maand in december ervoor staan met het portfolio. Gaan we die flinke stijging nog zien die we kunnen verwachten misschien bij Bitcoin? Of gaat het juist de andere kant op? Hebben we de top van dit jaar al bereikt? En wordt het dus minder waard? Ik weet het niet. Het is vooral afwachten. Misschien heb jij wel een mening. Misschien heb je advies of tips. Laat dat weten in de reactie onder deze video. Altijd interessant om te lezen. En vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen in de toekomst. Wil ik jou bedanken voor het kijken. Hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.